Maandag 15 december, dit is U Vandaag. Wie betaalt de schade van dit rampzalige huwelijksaanzoek? De leefbaarheid in onze regio leidt onder het economisch succes. En ook in de provincie Utrecht moeten veel plaatsen het binnenkort zonder politiebureau doen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is nog steeds het gesprek van de dag. Het spectaculaire huwelijksaanzoek in IJsselstein. Dat uitliep op een ravage. En er zijn ook nog best veel vragen, hè, Floris Sprenger? Ja, vooral hoe heeft het kunnen gebeuren? Hoe groot is de schade? En ook wanneer kunnen de getroffen bewoners weer naar huis? Oké, tot zo, Floris. Eerst ander nieuws van vandaag. De politie vraagt de hulp van tv-kijkers bij het onderzoek naar moord in het Utrechtse Leidse Rijn vorig jaar november. In een huis aan de Escher-Singel werd de 41-jarige Altan Soysal doodgeschoten. Maar de dader is nog onbekend. Wel is bekend dat het slachtoffer de avond voor zijn dood in Rotterdam of omgeving is geweest. Ro Hengeveld en Opsporing Verzocht besteden deze week aandacht aan de zaak. Pluimveebedrijf Wiltenburg in Hekendorp wordt eind deze week opnieuw gecontroleerd op vogelgriep. Het bedrijf werd een maand geleden door het virus getroffen en geruimd. In een straal van 10 kilometer gelden tot en met vrijdag nog strenge regels. Als het bedrijf dan virusvrij blijkt te zijn, kan Wiltenburg weer aan de slag. Het landelijke vervoersverbod is vannacht opgeheven. Medewerkers van de Kromhoutkazerne in Utrecht zorgen voor parkeerproblemen bij het nabijgelegen zwembad de Kromme Rijn. De veelal oudere zwemmers kunnen hun auto niet op het zwembadterrein kwijt, omdat het defensiepersoneel daar ook parkeert. Beheerder van het bad wil nu een slagboom plaatsen. Defensie erkent het probleem en zegt dat er extra parkeerplaatsen bij de kazerne komen. De Fietsersbond in Utrecht heeft een strooirouteplanner voor het hele land gemaakt. Fietsers kunnen daarmee bij sneeuw of ijzel een veilige route uitstippelen. Alle fietsroutes waar regelmatig wordt gestrooid zijn in kaart gebracht. De routeplanner geeft alleen informatie over het hoofdfietsnet, niet over woonwijken. Vorige week zorgde plotselinge gladheid nog voor grote drukte bij de eerste hulp. Dat is het hele weekend het gesprek van de dag in binnen, maar ook in buitenland. Het originele, maar rampzalige huwelijksaanzoek van Michiel Kloppenburg uit IJsselstein. De hoogwerker die hem naar zijn vriendin moest tillen, die viel om, verwoestte de zolderverdieping van de achterburen. Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen. Floris Sprenger die staat in de Maria van Henegouwenstraat in IJsselstein. Ja, zijn ze daar een beetje van de schrik bekomen, Floris? Nee, helemaal niet. Ik heb vandaag ook een van de buren gesproken die niet meer thuis kan wonen door de schade. Zij hebben niet gevraagd om deze malaise en ze zijn heel erg verdrietig. Ze hebben de afgelopen 2 nachten niet geslapen, vertelden ze me. En ze zitten eigenlijk met de handen in het haar, want ze hebben een tasje kleren mee kunnen nemen. Dat was het. En ze worden opgevangen in een hotel in de buurt. En ze zijn heel erg geschrokken. Wat er vandaag allemaal gebeurde, dat wil ik graag even laten zien. De kraan is inmiddels weg. Houten platen zijn bevestigd op het dak. Bewoners zijn ontdaan. De burgemeester sprak zaterdag toen het ongeluk gebeurde voor het laatst met hen. Ja, de impact is natuurlijk groot voor de mensen die het betrof. En we hebben alles gedaan en dat was ook mijn eerste aandachtspunt. En daar hebben we ook alles op ingezet om zo goed mogelijk te zorgen dat zo snel mogelijk er voor de mensen opvang was geregeld. En de veiligheid van de andere omwonenden was natuurlijk ook een item waar we heel hard aan gewerkt hebben om dat zo snel mogelijk weer in orde te brengen. De schade lijkt groot, maar hoe groot, dat wordt vandaag onderzocht. Een team van de gemeente, verzekeraars en van de woningcorporatie is binnen. Ze controleren het dak en of de ramen nog wel open kunnen. Woningbouwvereniging Provides heeft de bewoners ondergebracht in een hotel. En zij zorgen er ook voor dat er, dat is de verantwoordelijkheid ook van de woningbouwvereniging, zij zorgen er ook voor dat de mensen onderdak houden en blijven houden. Is de rol van de gemeente is eigenlijk helemaal niet. De rol van de gemeente is in deze niet de eerste rol. Terug naar Floris Sprenger in IJsselstein. Floris, die bewoners zitten nu dus in een hotel. Is al bekend wanneer ze weer naar huis kunnen? Ja, die inspectie, zoals je zag, was vanmiddag. Ja, die heeft een behoorlijke tijd geduurd. Wanneer ze precies naar huis mogen, dat is nog onbekend. We hopen natuurlijk snel, want kerst staat ook voor de deur. Ik heb het idee dat er wel op korte termijn een uitsluitsel komt, hoor. Maar wanneer dat precies gaat zijn, dat weet ik niet. Floris, is eigenlijk al duidelijk hoe die kraan nou precies is omgevallen?
Daar doen verschillende verhalen de ronde over. Die kraan die stond hier dus zaterdagmiddag. En het verhaal wat het meest hardnekkig is, is dat het bedrijf uit Lopik dat de kraan heeft verzorgd. Een van de stempels die ervoor zorgt dat die kraan een beetje in evenwicht blijft, niet helemaal had uitgeklapt. Daardoor ontstond er eigenlijk een soort van disbalans en heeft die kraan om kunnen vallen. Ja, toen die andere kraan er ook nog bij kwam om de boel eigenlijk weer stut te trekken, toen viel die andere kraan weer op het dak. Heel ongelukkig allemaal. Dat is eigenlijk een van de redenen zou het kunnen zijn geweest. Het verloofde stel is direct na het ongeluk naar Parijs vertrokken. Dat is nogal kwalijk genomen door veel mensen. Hoe is het nu met die mensen? Ik heb ze gisteravond de aanstaande bruid even aan de telefoon gehad. En ook vanochtend weer. En zij zijn ontzettend emotioneel nog. Ze waren één keer in Parijs en wilden eigenlijk zo snel mogelijk weer naar huis om aan de buren hun excuses te maken. Dat is nog niet gebeurd, weet ik. Ik heb iemand met één buurman hebben ze gesproken. Die reageerde nog best wel lief. Maar die anderen moeten nog worden besproken. Dus ja, het is heel erg vervelend voor ze. En ze vertelde me ook, ze heeft eigenlijk nog geen moment van haar nieuwe ring kunnen genieten. Nou, volgens mij moeten we iedereen maar succes wensen. Floris Prenge, dank je wel. De provincie Utrecht staat er economisch goed voor. Dat blijkt uit het rapport De Staat van Utrecht dat vandaag is gepresenteerd door Utrecht 2040. Dat is een club van 200 bedrijven. De provincie zit erin, maatschappelijke organisatie en ook onderwijsinstellingen. Ja, en zij willen weten hoe de provincie er in 2040 voor staat. Qua economie ziet het er dus goed uit, maar dat heeft dan wel weer negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Wie puur naar de cijfers kijkt, ziet dat het lekker loopt in Utrecht. Geen provincie in Nederland heeft zo'n goed lopende economie. Driekwart van de beroepsbevolking heeft een baan. In Lopik werken de meeste mensen, Woudenberg scoort het laagst. In onze provincie wonen ook de meeste hoogopgeleiden van Nederland. Vooral in de stad Utrecht. De inwoners van Lopik zijn het laagst opgeleid. Het zijn mooie cijfers waar voorzitter Joris Hogeboom van Utrecht 2040 natuurlijk tevreden mee is. Maar het heeft ook nadelen. We zien een keerzijde. We zien dat het ook minder is met de leefomgeving. Dat het minder is als het gaat om betaalbare woningen. De bereikbaarheid staat echt onder druk in Utrecht. Dat is de keerzijde van die economie. Die keerzijde is bijvoorbeeld een overspannen woningmarkt. Het duurste is De Bilt. Nieuwegein is het goedkoopst. Utrecht is ook de meest verstedelijkte provincie van Nederland. Koploper is Veenendaal, dat veel huizen in een kleine gemeente heeft. Lopik daarentegen is nauwelijks verstedelijkt. Maar over het algemeen is het druk in de provincie. Zo druk dat de bereikbaarheid slecht is en ook de luchtkwaliteit te wensen overlaat. Wat Utrecht 2040 betreft zoekt Utrecht groene oplossingen zoals schone energie. Maar juist daar gaat het nu mis. Utrecht bungelt helemaal onderaan als het gaat om de schone energie. Ik geloof dat we de ene laatste staan. Alleen Limburg doet het nog net iets minder. We zitten op 2%. Terwijl de landelijke doelstelling voor 2020 is 14%. Dus er zit nog een enorm gat wat we in Utrecht moeten overbruggen. Ook de provincie vindt dat het beter kan. Het kan beter op het gebied van woongelegenheid, betaalbare woningen. Op het gebied van gezondheid. Er is veel eenzaamheid in onze regio. Dat zijn wel punten, vind ik, waar je ook mee aan de slag zal moeten gaan. En ik hoop ook dat de staat van Utrecht mensen aanleiding geeft om daar ook dingen op te ondernemen. In 2040 moet Utrecht een stuk leefbaarder zijn. En daar heeft het gek genoeg een sterke economie voor nodig. En die biedt ook de kans om het juist beter te gaan doen. En om te investeren in die schone, leefbare stad. Gaan investeren in schone energie, in betaalbare woningen. Ik denk dat die twee heel goed bij elkaar kunnen komen. Gebruik die sterke economie nu om ook de leefbaarheid op een hoger pijl te brengen. Zometeen minister Opstelten zet de politie letterlijk op straat. En de topkoks van de toekomst zijn helemaal klaar voor het kerstdiner. En maandag is de dag van namen en rugnummers en dus is René bij ons aangeschoven. René, FC Utrecht gisteren onderuit tegen Ajax. Had je anders verwacht? Ik niet. Maar als je naar de wedstrijd kijkt, denk ik dat er meer in had gezeten. Het is echt weer zo'n wedstrijd Utrecht-Ajax geweest in Amsterdam. Waarbij je achteraf na 90 minuten elkaar aankijkt en denkt van, jongens, dit was eigenlijk nog helemaal niet zo'n goed Ajax wat we hebben gezien. Aan de andere kant moet ik ook dan wel weer stellen dat als er gescoord moet worden, Ajax op het juiste moment scoort en Utrecht dat vooral nalaat. De kansen die Utrecht gekregen heeft zijn niet afgemaakt en dat deed Ajax wel. En misschien zit daar wel in het grote verschil. Hoewel de spelers waren over het algemeen helemaal niet zo blij en tevreden, waren eerder zuur. Kijk maar. Je krijgt inderdaad de kansen en die moet je maken. Zij maken hem wel uit het niets. En
Ja, dan loop je weer erom achter de feiten aan en dan kan je leuk voetballen, maar uiteindelijk zijn het lege handen. De eerste helft hebben we het na die goals niet goed gedaan. Liet ons te ver terugdringen. Dat was absoluut niet de bedoeling. Dat had denk ik wel te maken met de 1-0 en de heel snelle naar de 2-0. En daarna hebben we het prima opgepakt. En dat komt natuurlijk ook door die 2-1 dat je weer terug bent in de wedstrijd. En ja, tweede helft hebben we het geprobeerd en het zat erin gewoon. En iedere keer bij die corners ook van, ja, weet je, godverdomme, ga er nou in. En ja, dan zit je gewoon helemaal in de wedstrijd en dan heb je gewoon kans op resultaten. Alleen daar moet je heel dodelijk in zijn. En dat, ja, dat zat gewoon vandaag net niet erin. Dat is eigenlijk de hele wedstrijd mee verteld. Ja. We hadden dodelijk moeten zijn, maar dat zat er net niet in. En dat is altijd tegen Ajax. Ja, volgende week tegen AZ, de laatste wedstrijd voor de winterstop. Ja, het kon wel eens een hele slechte reeks worden. We hebben natuurlijk ons misschien wel een beetje rijk gerekend met de wedstrijden die we hiervoor hebben gehad. Cambuur Leeuwarden, Heracles Almelo. We hebben allemaal van gezegd, nou, dat zijn ploegen waar Utrecht in galgenwaard punten tegen had moeten halen. Dat hebben ze nagelaten. En dan betekent het dat het aan het eind van de rit, voordat we de winterstop ingaan, nog stevig en lastig zou worden. Nou, eerst een nederlaag geleden nu in Amsterdam in de Arena. En aanstaande zaterdagavond naar AZ in Alkmaar. Ja. En ja, dat is toch de ploeg in vorm op dit moment. Ik meen dat Van der Brom 4 keer op rij gewonnen heeft. Dus dat wordt nog een hele lastige klus voor Utrecht. Maar, ja, maar er was wel een ploeg in de provincie die wel van Ajax won. De amateurs van Ajax, die kunnen wij nog wel hebben. Want als jij Kees Piatol kent, die 3 keer scoort. En dan wint Spakenburg met 4-1. Dus kortom, we kunnen nog wel een Ajax. Besteed je straks aandacht aan, hè? Ja, absoluut. Komt zo voorbij. Ja, ook een sport straks waar we eigenlijk nooit zo heel veel aandacht aan besteden. Handbal. Ja, en handbal is coming up. Want bij de mannen gaat het niet zo goed. Bij de vrouwen wel. Spelen op dit moment een Europese kampioenschap. Zitten in de tweede ronde. Reden voor ons om eens bij de mannen van Houten te gaan kijken. Zijn gedebuteerd in de Eredivisie. Staan inmiddels op de 4e plaats. Dat is helemaal niet erg. En als je dan kijkt wat die mensen doen. Hans van Dijk is de coach. En die heeft er een hele speciale manier van trainen op nagehouden. Die doen de meest rare dingen om maar die mensen tot een groep te laten komen. Ja. Dus dat is een hele speciale manier van hoe die met spelers bezig is. En dat is geweldig om te zien. Ja, nee, dus aan alle kanten wordt daar kracht in uitgeoefend. Dan worden de mentaliteit wordt daar getraind. En ja, je ziet dat deze ploeg daar absoluut profijt van heeft. Komt hij dat straks in de studio ook zo doen? Hij gaat bovenop Gert Kruis staan. Nee, maar dat is iets aparts en dat vind ik heel leuk. Hans van Dijk komt dat straks in bij ons na u vandaag uitleggen. Schitterend. Gaan lijkt me kijken. Leuk. Dankjewel. Het aantal politiebureaus in ons land wordt de komende 10 jaar meer dan gehalveerd. Ja, hij wil meer politieagenten op straat opstelten. Hij lijkt een wat onorthodoxe methode te hebben gekozen. Van de 400 volwaardige bureaus blijven er zo'n 170 over. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Nee, maar dat er ook in onze provinciebureaus gaan verdwijnen, dat is wel zeker vervelend. Maar agenten moeten, zoals jij eigenlijk net al zegt, vaker aangifte van inbraken bij slachtoffers thuis gaan opnemen. Ze handelen ook steeds meer administratie via hun smartphone af. Ik zie daar bijvoorbeeld een auto staan. Hij staat er verkeerd geparkeerd. Je mag hier niet parkeren, dus ik ga de auto noteren. Ik zeg zoeken. Hij gaat het voertuig opzoeken. En ik zie dat er een voertuig is, een Nissan Sunny, met een signalering. En de signalering betekent dat hij is waarschijnlijk niet verzekerd. Vroeger belde hij het bureau om te controleren of een auto gestolen was. Tegenwoordig raadpleegt agent Van der Ziel zijn smartphone. Ook de administratie die erbij komt kijken hoeft niet meer op kantoor. Met 1 druk op de knop regelt hij het papierwerk. Dat betekent dat ik gewoon veel langer op straat kan zijn en mijn werk kan doen. En de agent die zal veel minder op bureau komen. En daarom zijn er ook minder politiebureaus nodig, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aangiftes kunnen via internet en contact met agenten kan ook via Twitter. Bovendien moet de politie bezuinigen en gebouwen zijn duur. Daarom worden er de komende 10 jaar meer dan 200 bureaus gesloten. Zoals in Loenen aan de Vecht. Daar moeten mensen sinds kort naar Breukelen om aangifte te doen. En dat is geen goede ontwikkeling, vindt politievakbond ACP. Het is altijd prettig als je een politieman of vrouw in de ogen kunt kijken als je aangifte kan doen. En natuurlijk zien we dat dat ook digitaal kan. Dat is ook toegezegd door de nationale politie, dat dat ook uitgebreid wordt. Dat is denk ik op zich een goede beweging. Maar tegelijkertijd is het nog altijd heel prettig dat je gewoon een politiebureau in kunt lopen als je een probleem hebt of aangifte wil doen of je verhaal kwijt wil. Maar dat verhaal kun je volgens Olof nog altijd kwijt bij de agent op straat of via social media. Bang dat hij straks alleen nog maar naar zijn telefoon zit te staren, is hij niet. Er is volgens hem nog genoeg tijd om boeven te vangen en klaar te staan voor burgers die hem nodig hebben. Ben ik zichtbaar? In vergelijking met mijn oude uniform? Nou, dus wij zijn veel meer zichtbaar, want wij zullen veel meer op straat zijn. Dus wat dat betreft zullen we alleen maar vooruit gaan.
Nou ja, een politievakbond denkt dat vooral in de kleinere gemeentebureaus verdwijnen of vervangen worden door steunpunten die een paar uur per dag open zijn. Laten we kijken wat andere media aan Utrecht Nieuws brengen. In het documentaire project Tijd van je leven volgt regisseur Michiel van Erp 11 Utrechtse kinderen van hun 11e tot hun 18e. En hoe ver zijn we inmiddels, Marie? Nou, al bij 14, want we zijn weer met een nieuw seizoen begonnen. Dus de pubers zijn 14 en die komen trouwens uit hele verschillende milieus. Als je kijkt naar toen jij 11 was, zie je dan een verschil? Ja, mijn stem slaat over. Al op weg naar volwassenheid dus. Op je 14e jaar zit je een beetje tussen kind en volwassen zijn in. En hoe kijken zij nou terug op de afgelopen jaren? En wat zijn hun dromen voor de toekomst? Van Erp die is nu dus halverwege zijn project. Wij zijn 14, wordt om 6:10. Dus ja, zometeen bij de VPRO op NPO 3 uitgezonden. En zaterdag hier ook bij RTV Utrecht. Ja, het schijnt dat er een paar van die pubers zijn die niet meer zo'n zin hebben om mee te doen. Nee, ze zijn echt pubers. Johan Cruijff was vanmiddag in Utrecht. Om 2:00 was er een bijeenkomst in de Galgenwaard. Er werd er gesproken over de toekomst van het voetbal in ons land. Wat verwacht je vandaag? Wat wil je? Wat vind je nou belangrijk? Wat belangrijk is, is dat het Nederlandse voetbal niet aan de top staat. Behalve Cruijff is ook bondscoach Guus Hiddink aanwezig. Clarence Seedorf was er, Mark van Bommel. Alle technische trainers, technische directeuren, hoofd door jeugdopleiding, algemeen directeuren van Nederlandse profclubs. Ze mogen allemaal meepraten in Utrecht. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het betaalde voetbal dat zoveel experts bijeen zijn om over de toekomst van het voetbal te praten. Hard nodig? Ja, ik denk het wel. Maar ja, we hebben gewoon niet zo heel veel geld. Nee. Dan nog het nieuws dat de twee jongens van 19 jaar uit Culemborg vermoedelijk naar Syrië zijn afgereisd. Dat lezen we op de site van RTL Nieuws en die zijn alweer ingelicht door het Openbaar Ministerie. Dit weekende is aangifte van vermissing van deze twee jongens gedaan. Politie en ook het Openbaar Ministerie hebben nu een onderzoek ingesteld. En begin november meldde de AIVD dat er al 160 personen vanuit Nederland naar Syrië zijn vertrokken. Daarvan zijn er 18 omgekomen en 30 zijn er teruggekomen. In Leerhotel Het Klooster in Amersfoort worden de topkoks en gastheren en gastvrouwen van de toekomst opgeleid. En die zijn op dit moment natuurlijk maar met één ding bezig, het kerstdiner. Het kerstdiner. Jazeker, want juist met kerst kun je nog eens ouderwets goed uitpakken met smaak, sfeer. En u vond dat thuis ook, want de kerstles van de chef-kok is vandaag keus van de kijker. It's the most wonderful time of the year. Bij Leerhotel Het Klooster in Amersfoort is het nu al kerst. Zagen een beweging. Gaan we die schil verwijderen. De hele week wordt er een speciaal kerstmenu geserveerd. Het belangrijkste is dat die ananas mooi rond blijft. Brigitte is verantwoordelijk voor het toetje. Pardon, het dessert. En het dessert is bread en butter pudding. En dan komt er gemarineerde ananas erop. En dan komt er nog walnootijs bij en gel van ananas. It's the happiest season of all. Chefkok Joost begeleidt de leerlingen. Op het menu staan gerechten met ingrediënten die echt bij kerst horen. Ja, kerst is altijd in de winter, logisch. We proberen dan ook wat warme smaken aan het geheel te geven. Dus denk dan een beetje aan kaneel, aan sterrenijs, vanille. Wat zoetere smaken, een beetje wat zwaarder menu in de winter. Hebben we meer energie nodig, het is koud buiten. En opwarmen kan dan in het restaurant. Het kan best nog wel eens druk worden, maar ze kunnen het aan. Als je genoeg mise en place hebt gemaakt, oftewel voorbereidende werkzaamheden, is het makkelijk om verder af te maken. Maar als je alles nog op het laatste moment moet maken, dan is het gewoon rennen en vliegen, anders krijg je het gewoon niet af. Stoelit, dank u wel. Eet smakelijk. Ja, water loopt me uit de mond. Wilt u het dessert zelf klaarmaken? Dat kan. Het recept staat op onze website. Marie, de keuze van morgen. We kunnen naar Bunnik, of we, onze verslaggever kan naar Bunnik, waar de kerstbomen rechtstreeks uit de grond komen. We kunnen een mooie kerstboom uitzoeken en dat kan dan op het terrein van kerstboomkwekerij Van Zijl. Maar bent u nou misschien iets meer van de alternatieve kerstboom? Dan kan onze verslaggever morgen tips opdoen bij de Utrechtse tuinwinkel. Daar hebben ze houten, maar ook
ijzeren kerstbomen. En dat is misschien wel zo handig, want die verliezen in ieder geval geen naalden. Of we kunnen tot slot naar Jopie's bloemenhuis in Hartje Lombok. Sinds een jaar wordt daar in een pot een kerstboom gekweekt en verkocht. Dat is ook best handig, want ook die verliezen geen naalden. Dus ja, samenvattend, een kerstboom uit de natuur, een alternatieve kerstboom van hout of ijzer of in een pot gekweekte dennenboom. Aan u de keuze om te stemmen. Dat kan dan tot morgen vroeg 9 uur op rtvutrecht.nl. Veel protesten afgelopen jaren in Bilthoven tegen de sloop van de oude dienstwoning van de stationschef. Een ruim 100 jaar oud huisje. Dat moest wijken voor de aanleg van een tunnel onder het spoor. Maar het protest heeft zin gehad. De stationschefswoning krijgt een tweede leven. Niet in Bilthoven, maar in het Utrechtse Spoorwegmuseum. Terwijl de metselaars de hele ochtend al druk bezig zijn om de muur van het historische stationshuisje weer op te bouwen, wordt de belangrijkste steen pas in de middag gelegd. Hij wordt er straks nog wel nageraapt, hè? Oh. Oud-directeur Paul van Vlijmen legt symbolisch de eerste steen van de woning. Toch zijn deze stenen niet origineel, maar veel andere delen wel. De karakteristieke veranda, de kozijnen, de pannen, de natuurstenen, delen van het huis, die zijn allemaal netjes eruit gehaald uit het originele huis. En die zijn inmiddels alweer deels hier en die worden allemaal weer ingebouwd in het huis. Het monument was de woning van de stationschef van Bilthoven en is een van de oudste huizen van het dorp. Door de bouw van een tunnel moest het ruim 100 jaar oude huisje worden gesloopt, ondanks veel protesten. De herrijzing in het Spoorwegmuseum is goed nieuws voor de Bilthovenaren. Ja, opluchting wel. Toch wel een opluchting. Marcel van Tongeren heeft zich fel verzet tegen de sloop van het huisje. Maar toch is hij blij dat de woning er straks weer bijna hetzelfde uitziet. Nou, we hebben daar bijvoorbeeld de veranda aan de Soestdijkse weg Noord. We hebben daar de trapgevel, twee trappen schuin naast elkaar. Dat betekent dat daar een wenteltrap heeft gezeten. Eigenlijk dit is de voordeur met de gang. Ja, het is erg herkenbaar al. En dus kan het vernieuwde Bilthovense stationshuisje er weer jaren tegenaan. Als hier nog steeds een museum is, en dat verwacht ik wel, staat het hier over 100 jaar nog steeds. Daar ben ik van overtuigd. Goed zo. En het slopen en het opnieuw bouwen van die stationswoning, dat kost zo'n 3 ton. Dan wordt betaald door ProRail. Oh, kijk eens aan. Mooi, hè? Dat betalen wij het dus. Ja, meer. Ja. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Bij matige westenwind wordt het rond de 3 graden. Morgen af en toe zon. Enkele buien ook. Het wordt maximaal 7 graden dan. En de dagen daarna is het wisselvallig met vrij veel wind. En middagtemperaturen rond de 10 graden. Ja, en zometeen dus René van den Bergen. René, Hans van Dijk dus. Ja, er staan hier geen stoelen. Dat neemt niet weg, want we wel 2 gasten hebben. Zometeen hier Hans van Dijk, die hele speciale coach van handbal uit Houten. En daar natuurlijk Gert Kruis. Want het belangrijkste nieuws komt uit de Galgenwaard. Het gaat niet goed met Ruud Boijmans. Maximaal 3 maanden uitgeschakeld, wordt gezegd met die enkelblessure. Gert Kruis gaat dieper in op de materie. En misschien heeft hij wel een mogelijke opvolger voor Ruud Boijmans. Verder natuurlijk Spakenburg, dat speelde tegen de amateurs van Ajax. Hercules won van Leonidas. We waren bij Offo, we gingen kijken bij BCA in Amersfoort. Dat is badminton. En natuurlijk aandacht voor Hans van Dijk. En die hele speciale manier van hoe die coach is bij de handbalvereniging Houten. Kijken dus zometeen. Een minuutje of 2 nog. Doet hij dus iets met Gert Kruis? Ik ben benieuwd. We hebben trouwens niet alleen over sport. Margreet is trouwens ook nog op pad geweest. Margreet van Geels voor onze actie Samen voor de Voedselbank. Ja, klopt. Vandaag reed ze met haar bus door de Kromme Rijnstreek om voedsel en andere spullen in te zamelen om mensen die het niet zo breed hebben een fijne kerst te bezorgen. En Margreet was ook in Amersfoort. Het slechte weer was daar duidelijk een spelbreker. U ziet het zo meteen. Morgenmiddag staat de bus trouwens tussen 12 en 2 in Woerden bij winkelcentrum Toernooisveld. Loop er even langs als u in de buurt woont, hè? Een steentje bij te dragen. Ja, toch? Ja, voor een fijne kerst voor iedereen. Ja. Hiermee zijn we er dan echt wel doorheen. Voor meer nieuws uit de regio, kijk op rtvutrecht.nl of op onze app. En ik zou zeggen, een hele fijne avond nog. En graag tot morgen, Rix, of niet? Ja, dag.